Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. We beginnen deze aflevering even met een mededeling. Na deze aflevering ga ik op vakantie voor best wel wat weken, ruim 3 weken om precies te zijn. En dat betekent dat ik 2 afleveringen Eredivisie Voorspellen zou missen. Nu heb ik die aflevering al opgenomen. Dat betekent dat ik dus in de volgende afleveringen, in de volgende 2 om precies te zijn, geen uitslagen heb van de gespeelde speelrondes. En die doe ik allemaal eigenlijk in de aflevering die op 2 april uitkomt. Dan is er weer een nieuwe tussenstand. Zal ik ook alle wedstrijden die gespeeld zijn, zal ik meenemen. Dus het wordt een hele lange aflevering. Maar dan weten jullie in ieder geval de komende 2 afleveringen puur de wedstrijden zijn die we gaan voorspellen. En mijn voorspellingen die zullen in de beschrijving staan in plaats van in de reactie. Dus dan zijn jullie alvast op de hoogte. Laten we eerst eens even gaan kijken wat er is gebeurd in speelronde 24 van de Eredivisie en in het KNVB bekertoernooi. Om maar eens even met de deur in huis te vallen, verloor FC Utrecht met 1-4 van Spakenburg. Wat een stunt. Spakenburg is gewoon door naar de halve finale. De Graafschap Ajax werd 0-3. Heerenveen Feyenoord werd 0-1. En PSV tegen ADO Den Haag werd 3-1. In speelronde 24 van de Eredivisie werd FC Utrecht tegen Fortuna Sittard 1-2. Volendam won met 3-1 van FC Emmen. In de Kuip won Feyenoord met 1-0 van FC Groningen. FC Twente speelde 3-3 gelijk tegen Heerenveen. In de Rotterdamse derby werd Excelsior door Sparta verslagen met 1-4. In de Brabantse derby werd RKC PSV werd 0-1. AZ won met 0-1 van Vitesse. Ajax won met 1-0 van NEC. En Cambuur Go Ahead Eagles werd 4-1. Dan is dit op het moment de tussenstand. Feyenoord staat bovenaan met 55 punten. Dan komt Ajax met 52 punten. AZ op de derde plek met 50 punten. PSV vierde met 49 punten. Dan komt FC Twente met 41 punten. Sparta staat zesde met 40 punten. FC Utrecht zevende met 37 punten. Op een comfortabele 8e plek staat RKC met 32 punten. Dan komt Heerenveen met 31 punten. NEC op de 10e plek met 30 punten. Fortuna 11e met 29 punten. Go Ahead Eagles op de 12e plek met 26 punten. Vitesse en Volendam hebben 23 punten. Excelsior op de 15e plek met 20 punten. FC Emmen staat 16e met 18 punten. Groningen staat 17e met 17 punten. En Cambuur op de 18e plek met 16 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Ik sta nog steeds bovenaan en dit keer met 205 punten. Dan komen Joey en Lars met 188 punten. Stan, Games, Jurgen en Thomas staan vierde met 186 punten. En op de 8e plek staat Sven met 182 punten. De weekwinnaar deze keer was Thomas. Heel erg goed gedaan. En de volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. Dan gaan we Europees voetbal voorspellen. We hebben Lazio tegen AZ en Shakhtar tegen Feyenoord. En natuurlijk de Eredivisie speelronde 25. Go Ahead Eagles ontvangt RKC. FC Emmen moet thuis tegen Excelsior. Fortuna moet tegen FC Twente. AZ ontvangt in Alkmaar FC Groningen. Sparta moet thuis tegen Vitesse. NEC neemt het op tegen FC Utrecht. Heerenveen in het Abelenza Stadion tegen Ajax. PSV moet tegen Cambuur. En natuurlijk als afsluiter Feyenoord tegen Volendam. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik ga genieten van mijn vakantie en dan zie ik jullie graag over een paar weken weer. Maar volgende week is er gewoon een aflevering. Adios, amigos.